Zo, het wordt een korte video, want ik moest wel alles verwijderen van mijn telefoon, anders had ik geen plek. Ik heb het al geprobeerd eerder op te nemen, lukte niet. Nou, ik dacht, ik maak gewoon een video. Ik heb vanochtend gezegd op Instagram, ja, ik maak vandaag een video, ik kom vanmiddag online. Het werd in de avond en toen dacht ik alweer, oh, ik heb nu geen zin meer. Gewoon puur omdat ik heb gezegd, ik ga een video uploaden. Mensen verwachten het. Daar word ik zo krampachtig van dat ik het ineens niet meer wil doen. Dus ik dacht vandaag, joh, laat ik niet zo doorsnee zijn en niet zo, tenminste, typisch jaden door te zeggen, oh, ik ga het doen en dan niet doen. Laat ik gewoon wel een video uploaden. En ineens, Dex is, zeg maar, op het moment dat ik het film, is Dex weg van huis. Hij is in China op dat moment, zeg maar. En ja, ik had vannacht een droom met allemaal verleidingen van andere mensen om me heen. Ja, eigenlijk mis ik Dex gewoon heel erg. Maar met allemaal verleidingen om me heen. En ik wist ze allemaal te ontwijken, zo weet je wel. Dus ik ga je nou gewoon... Ik dacht in één keer, er moet gewoon een video komen over hoe je trouw kan blijven. Tenminste, zo hoe ik trouw blijf. Ook na 3 jaar. Want kijk, weet je wat het is? Het is heel menselijk om verliefd te kunnen worden op mensen. En het is ook heel erg... Het kan ook echt gebeuren dat je, zeg maar, heel lang een relatie hebt. En dat je dan in één keer gewoon... iemand anders ziet waar je verliefd op wordt. Die dingen gebeuren gewoon. 1 waarschuwing. Als je dat voor jezelf houdt. Als je dat niet met elkaar deelt. Dan kan het zomaar zo zijn dat je in één keer gewoon... Dat het te veel voor je wordt. Van oh shit, ik kan het tegen niemand vertellen. De verliefdheid wordt erger. Je maakt jezelf helemaal gek in je hoofd. Terwijl het zijn gewoon een paar hormonen die zeggen... Oh, geschikte partner om mee naar bed te gaan. Laat je volblaffen, word zwanger. Want dat is hoe de natuur werkt, weet je wel. En werp een kind en dan bla bla bla. Maar dat moet je gewoon niet doen. Want ja, er gaan zoveel leuke relaties kapot. Alleen maar omdat mensen niet trouw kunnen blijven. Oké, ik zelf samen met Dex. Dex en ik samen zijn onwijs open en eerlijk over dingen. Stel, hij ziet een keer een leuk gietje rondlopen. Of ik zie een keer dan hun rondlopen. Of ik zie een keer een leuke meid. Want voor Dex is het extra moeilijk. Ik heb 2 partijen. Ik vind ze allebei leuk. En dan zeggen we dat ook gewoon tegen elkaar. Er is geen moment dat ik niet in zijn telefoon kan kijken. Er is geen moment dat hij niet in mijn telefoon mag kijken. Want ik heb zoiets van, ja, als je geheim hebt voor elkaar. Dan heb je eigenlijk al geen goede relatie. En dan is het al niet goed. Je moet gewoon in elkaars telefoon kunnen kijken, vind ik. Tenzij je een keer een verrassing wil plannen en je kan niet in de telefoon kijken. Maar dat is iets heel anders. Ik vind gewoon in een echte relatie waar je echt voor elkaar leeft, hoor je gewoon alles open en bloot met elkaar te bespreken. Nou, dat ontdekken ik dus ook. Als ik bijvoorbeeld iemand... Oh, de poes. Als ik iemand zie zitten en... ik denk echt, oh mijn god, jongens. Dan serieus, dan heb ik het daar gewoon met Dex over. Van ja, wat moet ik daar nou mee, weet je wel. Weet je, ik ben helemaal gek op jou verliefd. Maar what the fuck moeten die hormonen in mijn lichaam die zeggen van... Oh, jij bent wel een hunk, jij bent wel een hunk. En als ik er dan met Dex over praat, dan zie ik ineens ook hoe lief Dex is. En hoe open hij daar ook over met mij over kan praten. Want hij heeft dan zoiets van... Oh mijn god, serieus, heb je dat nou echt met die? Of heb je dat echt met die? En dan denk ik echt, oh mijn god, hormonen, weet je wel. En dan ben ik gewoon... Ik ben altijd helemaal verliefd op Dex. Maar op dat moment laat hij altijd aan mij zien dat hij echt wel de ware voor me is. Omdat hij ook zo open over dingen kan praten en zo open is over dingen. Dat vind ik onwijs fijn. Er zijn ook relaties waarin je niet open kan zijn. En ook niet over dit soort dingen. En dan gaan dingen knagen, snap je? Dan in één keer krijg je het gevoel van, oh shit, ik mag met niemand. En eigenlijk moet je gewoon voorkomen dat je niks mag. Ik mag alles van Dex. Dex mag ook alles van mij. Maar er is een grens. Ga je met iemand ineens, zoen je met iemand en verberg je dat, dan is het gewoon uit. Ga je met iemand naar bed, verberg je dat, dan is het gewoon uit. Dan maak ik het gewoon uit, dan is het gewoon klaar. Voor hem hetzelfde, want dat doe je gewoon niet. Maar je hebt altijd wel een soort flirtgedrag in mensen zitten. Dat doen mensen gewoon van nature en dat moet ook gewoon kunnen. Je moet gewoon kunnen socializen met een licht soort flirtgedrag. Je moet dan niet iemand achter je hebben staan die helemaal woest op je wordt. Van ja, je mag niet flirten. Dus mijn advies is... Ik weet eigenlijk niet of het verhaal wel ergens over gaat. Omdat vanochtend had ik echt een ingeving. En nou praat ik er nog een beetje over omdat ik wel een mening heb. Maar mijn mening is gewoon... Zorg gewoon dat je een relatie hebt met iemand waarmee je alles kan delen. Ook al je... menselijke ik dingen. Want je bent in je eentje geboren. Het is perfect in je eentje. Het kan heel leuk zijn samen met iemand. Maar onthoud wel dat je niet altijd voor iemand anders leeft. Het is heel belangrijk om je gewoon emotioneel te kunnen uiten. Dat je alles moet kunnen zeggen. Dat alles bespreekbaar is. Dat zorgt er al voor dat het vreemdgaan echt op een graadje lager komt staan. Ik zeg dit zo raar. Een graden lager komt staan. Je snapt hem. Maakt niet uit.
Dus de truc is voor mij open en eerlijk zijn tegen elkaar. En nog steeds heb je dan wel eens mensen die hebben een onwijze drang om vreemd te gaan. En ik vind gewoon zo, weet je wat, op zo'n moment komt er alleen maar respect kijken. Van joh, wil je echt vreemd gaan? Degene waar je van houdt, waar je mee bent, wil je die echt daadwerkelijk kwetsen en zoveel pijn doen? Heb je het ervoor over, weet je wel, om zo door het leven te gaan? Weet je wat, alles komt een keer uit. Weet je wel, alles komt een keer uit. En het is, karma bestaat. Daar geloof ik 100% in. Vooral afgelopen tijd en zo bla bla. Karma bestaat echt. Je moet nooit slechte dingen doen, want je krijgt echt slechte dingen terug op je pad. Dus als jij vreemd gaat en je houdt dat achter, je houdt dat gewoon verborgen voor iemand, of je bent onwijs verliefd aan het worden op iemand en je houdt het verborgen, dan wordt het altijd een issue. Altijd. Terwijl als je er gewoon met elkaar over praat, of je bent een keer vreemd gegaan in een situatie, of wat dan ook, dan moet je daarover kunnen praten en dan kijk je daarna al wat je moet doen. Maar als je al eerlijk bent van tevoren en je zegt gewoon shit, ik vind die gozer eigenlijk heel leuk, of boy, yo, ik vind dat meisje eigenlijk heel leuk en het is niet dat ik minder van jou hou of van je af wil, maar iets in mijn lichaam zegt gewoon met diegene zou ik het wel even kunnen doen. Maar vind jij dat het serieus waard? Ik vind het niet waard en je gooit zoveel dingen weg. En daarbij, als je gewoon open en eerlijk bent, misschien ben je allebei wel heel vrij en wil je gewoon eigenlijk misschien wel swingen of partneren of naar de parenclub of weet ik wat voor shit je wil doen. Stel je bent daar gewoon open en eerlijk over, dan kun je er dus samen uitkomen. Ik hoop dat dit een beetje, misschien is het wel een begin van een reeks video's, omdat ik het nog een beetje warrig vertel. Jongens, vraag gewoon, stuur gewoon vragen in van joh. Hoe ga ik hiermee om? Hoe ga ik hiermee om? Ik zal er af en toe een video over maken. Gewoon omdat ik het wel nog steeds heel leuk vind om jullie een beetje wat mee te geven, zeg maar. Dus ik hoop dat dit een beetje duidelijk was. En ja, yo, luister gewoon tot de volgende video. Geen idee wanneer. Wacht het maar gewoon af. En je ziet me later. Bye.